22 Arnhemse organisaties hebben samen de Arnhemse Klimaatcoalitie opgericht die zich inzet voor een beter klimaat. Wat is de Arnhemse Klimaatcoalitie? De Arnhemse Klimaatcoalitie is een onderdeel van de Landelijke Klimaatcoalitie. En in die landelijke coalitie zitten al meer dan 60 organisaties. En dus een stuk of 20 daarvan komen uit Arnhem en die vormen samen de Arnhemse Klimaatcoalitie. En wat wij doen is, we hebben een klimaatplan opgesteld. Daar zitten al meer dan 80 klimaatoplossingen in. 54 daarvan die komen van Urgenda. Maar we hebben er nog heel veel bij gezocht. En we gaan ook mensen nog aanmoedigen uit Arnhem om ook hun eigen ideeën in te leveren. En hoe staat de gemeente Arnhem tegenover een beter klimaat? Nou, we hebben bijvoorbeeld op 14 maart organiseren we de Klimaatmars in Arnhem. En op dat moment zijn er 30 andere steden ook nog allemaal klimaatmarsen, precies tegelijk. En daar staat de gemeente heel positief tegenover. Maar we merken dat qua klimaatoplossingen en maatregelen vinden wij het nog wat magertjes wat het college doet. Wat houdt die Klimaatmars in? De mars houdt in dat we beginnen om 2 uur en we hebben in Arnhem echt een heel mooi programma bedacht met veel sprekers, maar ook met kunstenaars en met theater. En er is ook een landelijk programma waar we ook in Arnhem naar zullen gaan luisteren. En dan luisteren we alle steden, er zijn er 31 op dit moment al, tegelijk daarnaar. En om 3 uur laten we in heel Nederland het klimaatalarm afgaan, dus mag iedereen een wekker meenemen of een ander soort alarm. Ook mensen thuis mogen meedoen, naar buiten gaan en van zich laten horen. En wat is uiteindelijk het doel van de mars? Doel is om de politiek ervan bewust te maken dat ze meer moeten doen. En dat de bevolking ook echt wil dat ze meer doen. En dat ze de kosten moeten neerleggen bij de vervuilende bedrijven en niet bij de burgers. En het college helpt u ook met financiële middelen? Ik kan me voorstellen dat de blauwe golven, stad, Schouwburg, zeg maar, daar gaat miljoenen heen. Hoe is de verhouding dan, zeg maar, voor een potje voor een beter klimaat vanuit de gemeente Arnhem? Die verhoudingen, ja, die zijn eigenlijk best wel ongelukkig, want er gaat erg veel geld. 10 miljoen gaat er naar de blauwe golven. Nou, als het goed is, is het 72 miljoen voor het stadstheater. Ja, de pot voor het klimaat is veel kleiner dan bijvoorbeeld voor de Schouwburg. En de plannen daarvoor zijn ook veel minder concreet. En als we bijvoorbeeld kijken naar het geld wat naar het bomenbeleid gaat, dan is dat ook echt veel minder. Als je bedenkt dat de klimaatcrisis echt de grootste uitdaging van deze tijd is, dan zou daar echt het meeste geld naartoe moeten. Ze geven aan dat ze tussen 2020 en 2030 dat ze klimaatdoelen willen halen. Ziet u dat het waargemaakt gaat worden? Wellicht dat er een klein deel op papier waargemaakt wordt worden, want een groot deel van wat ze gaan doen willen ze bereiken met warmtenetten die gevoed worden door biomassa of afval, verbranding van biomassa of afval. En dat is op papier dan duurzaam, maar in het echt is het natuurlijk helemaal niet duurzaam en werkt het zelfs averechts. Dus dat is best wel zorgwekkend. Dus nee, ik denk niet dat ze de doelen gaan bereiken op deze manier. Ik kan me voorstellen dat een doorsnee burger niet weet precies wat de klimaatdoelen inhouden. Hoe ga je dan ook die mensen zien te bereiken om te laten zien wat het allemaal inhoudt? Ja, dat kan ik me ook heel goed voorstellen. Het is ook best wel ingewikkelde materie. We hebben best wel veel verschillende soorten sprekers. We hebben echt geprobeerd om sprekers uit verschillende lagen van de maatschappij te krijgen, zodat er ook vanuit meerdere mensen zich aangesproken voelen tijdens de Klimaatmars. En we hebben ook een mooie website gemaakt, klimaatcoalitie.org. En daar kunnen mensen ook alles over lezen en daar kunnen ze ook alle oplossingen lezen. En die zijn heel kort beschreven om het gewoon lekker duidelijk en makkelijk te maken. Oké, en in hoeverre is het al rond dat hier een 14 maart een mars komt, Klimaatmars, qua vergunning, corona, wat meespeelt? Nou, we hebben echt een heel actief team vanuit die meer dan 20 organisaties en dagelijks wordt eraan gewerkt. Dus het is heel erg zeker dat het doorgaat. Als er geen vreemde dingen gebeuren, dan staan we daar met heel veel mensen. Dus de gemeente Arnhem heeft al een vergunning verleend, begrijp ik? Nou, je hoeft daar geen vergunning voor te hebben, maar ze geven daar toestemming voor. En wat zou u nog willen weten en vragen aan de gemeente Arnhem met betrekking tot het beter klimaat? Ik zou ze als eerste willen vragen om te stoppen met hun tour door Arnhem heen, waarin ze alle wijken proberen te overtuigen om op een warmtenet over te gaan. En als tweede zou ik willen vragen of zij tijdens de mars het luchtalarm in Arnhem af willen laten gaan. Want dat is voortaan vanaf nu het klimaatalarm.
Dus elke eerste maandag van de maand om 12 uur horen we allemaal het luchtalarm. Maar vanaf nu heet dat het klimaatalarm.